Hallo, leuk dat je kijkt. Welkom bij aflevering 4 van de Wes Praat Na-serie van 24-25. Alleen, dit keer is het niet door Wesley uit Utrecht, maar door mij, Bart uit Almelo. Ja, de aanleiding daarvoor is natuurlijk, het is vandaag 25 augustus. En Wesley had vorige week al aangekondigd dat hij deze week overslaat, omdat het nu precies een jaar is na het overlijden van zijn moeder. En uiteraard wens ik hem, zijn vader en ook alle nabestaanden heel veel sterkte toe. Het moet gewoon uiterst moeilijk zijn. Ik begrijp dat heel goed. Maar goed, om hem toch te helpen en de cyclus niet te doen doorbreken, maak ik dit op eigen initiatief. Dus vandaag reflecteer ik op de wedstrijd Sparta-Rotterdam tegen Feyenoord. Dat is geëindigd in 1-1 gelijkspel en ik zal gelijk met de deur in huis vallen. Zijn dure punten dat ze laten liggen. Ik heb ook niet echt met plezier naar die wedstrijd gekeken. Heel veel gele kaarten aan beide zijdes. Ja, en dan natuurlijk ook die dubbele gele kaart voor Suruki, wat dus leidde tot rood. En dus weg moest. Ja, dat is best jammer. Dat je iemand dan zo naar beneden duwt. Ja, dat is niet slim. Daar zijn we het geloof ik allemaal wel over eens. Nou ja, Negli van Sparta maakte dus de 1-0. En dan onze Quinten Timber in de 60ste minuut, de gelijkmaker. Dus is toch wel fijn, want met de nederlaag eindigen is natuurlijk helemaal niet leuk. Hè? Zeker niet als je bedenkt dat we de laatste wedstrijden tegen Sparta alleen maar hebben gewonnen. En dan nu een keer gelijkspel. Nou ja, het zij zo. Daarom heb ik ook niet echt een man van de wedstrijd. Misschien hebben jullie er wel eentje. Nou ja, laat het gerust weten in de reacties. En natuurlijk ook de aandacht voor Justin Bijlo. Onze eerste keeper. Die gaat vertrekken naar het Engelse Southampton. Ja, en dat te bedenken. Hij heeft nu 8 jaar bij Feyenoord 1 gespeeld als keeper. En wat was hij een keeper. Echt, dan moet ik eerlijk toegeven, hij was een echte hele goede eerste keeper. Ja, dat hebben we vooral gezien bij de Europese wedstrijden van de afgelopen 3 jaar. In de tijdperk met Arne Slot. En ja, hij gaat gewoon echt heel erg gemist worden. Ik ga hem ook heel erg missen. Ik ben 2 keer met hem op de foto geweest. Dus en ik hoop natuurlijk dat hij een goede carrière daar in Engeland tegemoet gaat. Ja, en dan zal Welleroyte dus voorlopig de keeperspositie krijgen van Priske. Nou, de andere wedstrijden die vandaag zijn gespeeld zijn Groningen tegen AZ. 0-0 gelijk spel. Ook in mijn thuisstad Almelo werd er gespeeld. Heracles Almelo speelde tegen het Tilburgse Willem II. Nou, dat werd ook 1-1. En in Deventer won Go Ahead met 2-0 van RKC Waalwijk. En dan ook nog even een sprongetje naar de Formule 1. Dat was er ook vandaag, de Grand Prix op Zandvoort. Nou ja, helaas is het onze Max niet gelukt om zijn overwinningsreeks te vergroten in Nederland. Norris was toch net wat sneller. Nou ja, en daardoor is Max Verstappen als tweede geëindigd. Nou ja, dat is natuurlijk een podiumplaats. Is natuurlijk ook fantastisch. Maar ja, als Nederlander wil je graag dat zien dat hij zou winnen. Nou ja, het is dan niet zo. Maar ja, buiten dat om heeft hij toch nog goed gedaan. Dus dat mag eigenlijk ook wel gezegd worden. Ja, en dan volgende week zondag 2:30. De klassieker in de Kuip tegen 020. Ja, ik ga de echte naam natuurlijk niet uitspreken. Dus dat gaat heel spannend worden. Echt heel spannend. Nou ja, oké, 020 heeft dan dit weekend niet gespeeld. Natuurlijk vanwege de play-offs voor de Europa League in Griekenland afgelopen donderdag. Waarvan aankomende donderdag dan de return is. Dus dat ze dus dit weekend even rust hebben. Ook FC Twente, mijn collega's in Enschede, die hebben ook even een weekendje rust. Maar goed, aankomende zondag 2:30, de klassieker. Dat gaat echt wel spannend worden, mensen. Dat weet ik gewoon zeker. Hoe ik ernaar kijk, ik kan daar eigenlijk nu nog geen beeld vormen. Jullie misschien? Laat het gewoon weten in de reacties. Nou ja,
Volgend weekend neemt Wesley het stokje weer van me over. En op deze manier wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En wie weet, tot dan!